Bij Dutch Luxury Garden Concepts werken we niet alleen met zwembadbouwers en hoveniers, maar ook met tuinarchitecten. Zo zijn we nu ook een samenwerking begonnen met Dico en Allard van VDK VDW. Dico en Allard die kenden we al, dus we hebben al eerder contact gehad. Ze zijn hier ook wel eens geweest in de showroom. Ze kenden onze producten en het proces waarmee we werkten. Nou, Dico en Allard hebben samen met Jan gezeten en daar een ontwerp voor gemaakt. Daar hebben ze onze wellness unit ingetekend in het ontwerp. Vanuit die gedachte is Jan hier gekomen in de showroom en heeft hij een rondleiding hier gehad met alle juiste informatie. En we kwamen uit op een Finse sauna en een mooie spa. En dat is eigenlijk precies wat Jan wilde vanaf het begin. We starten natuurlijk eerst met de inventarisatie. Hè? Dus dat we alle wensen duidelijk hebben voor de klant. Dus dat we gewoon precies weten hoe dat we het persoonlijk ontwerp kunnen maken. We zaten eerst te denken zelf aan een buitenruimte die we de beste gemeente zouden maken. En nou, daar kwam best wel veel bij kijken. Er waren wat vragen over een vergunning en of dat nou nodig was of niet. Toen dacht ik gelijk aan 20 feet wellness. Dat is gewoon plug and play. Dus je kunt dat gewoon op de plek neerzetten. Snel te realiseren en alles zit gewoon compleet in één element. Uiteindelijk past het precies zoals eigenlijk de schot in de dat is precies wat ze ook willen. We hadden wel de locatie al, hè, van nou, dit is een mooie plek voor de wellness. Je hebt een mooi zicht over de tuin en naast het huis, dus niet te ver van het huis vandaan. Dus de locatie was dan al bekend. We hebben ervoor gekozen dat we toch wel graag wat verkoeling willen en wat wellnessachtige activiteiten kunnen hebben in de tuin. We hebben eerst gedacht aan een zwembad, maar we zijn toch op een gegeven moment daarvan afgestapt. Omdat je daar toch te weinig gebruik van kan maken in het door het jaar in. En vandaag zijn we voor een jacuzzi met sauna gegaan. Bij ons is het nu nog dat we het een aantal keer per week zeg maar, er gebruik van maken. En op het moment als je even een beetje last hebt van stijve spieren of wat dan ook, dan is het gewoon altijd heerlijk om eventjes daarin te gaan zitten. Ja, het is absoluut een meerwaarde. Anders ging ik een aantal keer per jaar naar het saunacomplex. En dat kan ik nu heerlijk thuis vinden. Het mooiste aan de hele tuin is eigenlijk het hele plaatje, dat het totaalplaatje vooral klopt nu. Ja.